Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij de Hot Coffee Show. Het is tijd voor een hete discussie onder het genot van koffie en pindakaas van de AH Basic. Hi, hoe is het ermee? Met mij ook, leuk dat je het vraagt. Hoe dan ook? Ik heb net pindakaas gegeten. Oh ja, echt? Wil je die maken, ja? Net pindakaas gegeten dus. Ja, 2012 belde. Ze willen hun man bij het hond grappen terug. Ik heb wel dus net een nieuwste clip gezien. En Shorts is going places. Ik vind jou een hele leuke en mijn lijf begon te jeuken. Ik heb een vraag. Hoe laat begint het? Ja, met Limburg vooral, denk ik. Ja, Shorts is een geval apart. Yeah, let's go. Yeah. Een national treasure, zou je kunnen zeggen. Maar als je kijkt, ze inderdaad van, ik heb net pindakaas gegeten, een videoclip die toen heel schattig gemaakt met twee meisjes. En die nieuws, ja, ik heb daartussenin niks gezien, hè, behalve dan zijn natuurlijk homemade video, wie niet. Ja, maar hij heeft die meisjes wel ingeruild voor poppen. Dat is wel een soort van moving up the ladder. Yeah, let's go. Ja, met deze pop. Samen naar de top, yeah, oh, let's go! Ja, weet je, van meisjes, shemales naar zulke poppen. What's next, Sjors? Ja, nee, it's one big rollercoaster ride met de jongen. Rollercoaster ride. Maar hoe dan ook, we gaan een hete stelling bespreken. Die kwam deze week van Johan Richterink op YouTube. Dankjewel. Hij zei, mensen die cheats maken, moeten de gevangenis in. Dood! Nou, gevangenis, okay. Dood is, nou ja goed, in het Amerikaanse staatssysteem ligt het er een beetje aan. Dan kan dat alle kanten op gaan. Ja. Ik vind hem hard, maar er zit ergens een grond in, ja zeker. Want ik vind het ook leuk dat hij zegt, niet mensen die cheaten, maar mensen die cheats maken. En ik neem aan dat hij dan niet cheats bedoelt, want die worden over het algemeen gemaakt door de ontwikkelaar zelf. Ik denk dat hij bedoelt de hacks. En dan denk ik, ja, 50-50. Ik denk als je cheats maakt voor een singleplayer game of hacks of mods of whatever, doe lekker je ding. Als je ze downloadt, als je ze gebruikt, helemaal prima. Hou ze uit online spellen. Als jij in een PUBG of zo gaat cheaten, als in je gaat hacken of je maakt een hack zodat een heleboel Chinezen andermans ervaring kunnen ruïneren op PUBG of Fortnite Chinezen of whatever. Vooral, hè? Chinezen. Ting-yong. Ja. Dat, nou ja, de hacking. Ik wil even aanstippen in jouw monoloog, want nee, ja, sorry. Het brandt bij jou, hè? Nou, nee, het brandt niet, maar... De Chinezen? Het is vooral dat, nou ja, ik speel veel PlayerUnknown's Battlegrounds nu. En je ziet dat daar vooral op de Chinese markt zijn een heleboel hacks gaande daar die ook grof verkocht worden. Sterker nog, er zijn zelfs Twitch livestreams die je kunt kijken van Chinese kanalen die hacks maken. En dan gaan ze streamen met die hack aan om te laten zien van, kijk, dit heb ik gemaakt. En zover kun je mensen gewoon zonder recoil door muren heen kapot schieten. Koop mijn hack. En dan denk ik, die gasten die mogen wel de gevangenis in. I'm going to jail! Ja, ik vind het ergens wel, heb ik er respect voor. Weet je, maar sowieso, ik ben een hackerman meisje. Als in, mijn Sims konden allemaal niet leven zo rijk zijn zonder al die hekjes. Wat dat betreft... Nee, dat zijn cheats. Maar oké, ja, ik snap het, ja. Maar gewoon alles, weet je. Alles wat je buiten, wat niet de echte game is of niet gelijk geëxposed is. Om dat aan te passen, dat vind ik inderdaad ben ik met je één singleplayer tof. Doen, ik vind dat maakt ook hele toffe dingen. Zeker bepaalde mods in games, dat vind ik echt heel awesome. Maken mensen hele creatieve dingen van. En ik heb ergens inderdaad met de Chinezen, klaarblijkelijk... Ik vind het nog best wel knap en ik heb er tot op zekere hoogte respect voor. Weet je dat je dat kan? Ik vind het toch wel bizar tof. Waarvan ik denk, geef deze gasten iets beters te doen dan hacks maken. Want klaarblijkelijk kunnen ze het. Ja. Maar het is toch wel stront irritant als je toch inderdaad zelf denkt, even lekker potje spelen en gewoon zo'n glasjakker tegenover je. Ik heb het tot dusver niet heel veel meegemaakt, maar er is een tijdje terug, een paar weken terug, heb ik dat ik daadwerkelijk als een van de laatste over was en werd neergeschoten, op de tweede plek ben gekomen. Ik ga de killcam kijken en ik zie gewoon dat die guy gewoon in één keer weet waar ik zit en omdraait en meteen op mijn hoofd. En dan heb je zoiets van, ja, maar dit is gewoon, ik had daar een kans om die winner chicken dinner te halen. Maar wordt er denk ik ook niet te snel geschreeuwd, weet je, als ik dan neer word gemaaid, dus of het is een bug in de game. Of het is inderdaad cheater, hacker.
Nooit aan mij. Nee, ja, nog, ik ben ook heel eerlijk als het wel aan mij ligt. Maar dit was sloeg nergens ja, op. Dat nee, hij wist niet dat ik er ergens vandaan zou komen. Dat ik in één keer ergens op zou poppen. En in één keer met een wapen gewoon ook zo'n single shot weapon. En niet een machinegeweer dat hij een paar kogels schoot. Had je vanuit kleiduif schieten? Beetje wel. Het was echt alsof hij gewoon tak, tak, tak. Gewoon dat soort shots maakte. Ja goed, dan denk ik de guy die hack heeft gemaakt. Of die wat dan ook in de engine heeft geflikt om dat te kunnen doen. Ja. Denk van... Dan ben je actief andermans ervaring, waar ze notabene voor betaald hebben, aan het ruïneren. Dat is een beetje hetzelfde als iemand anders jouw fysieke product wat je hebt gekocht kapot gaat lopen maken. Of weet je wel, iemand die een kras op je auto oplevert of zo. Dan ben je gewoon andermans plezier aan het ruïneren. Dan denk ik van, oké, misschien is gevangenis ook wel weer een beetje hevig, maar daar mogen repercussies voor zijn. Van de monopoliegevangenis, eigenlijk even verbannen. Ja, je gaat daar maar niet lang start. Niet lang start, geen 200 euro. Zoek het uit, nee, of niet? Nee, daar kan ik me dan wel in vinden, maar... Als je in singleplayer games cheat en zo dergelijke, nee, absoluut niks mis mee. Ja hoor. Ja, ik vind het ook zo leuk dat je The Sims aanhaalt, want dat was toen ook toen The Sims 4 uitkwam. Toen had ik ook een interview met die lead developer en het was zo van, hoe zit het met de cheats? En zeggen van, we weten dat mensen houden van de cheats, dus we hebben dezelfde er weer in gestopt. En dan denk ik van, oké, dat zijn cheats die... Dat vind ik echt, ja. Die horen erbij. Dan schijk je naar met Graham geweest en die zegt wel heel snel, ja, nee, moet je doen. En heel vaak komt er ook gewoon een lijstje uit met... Dit kan je allemaal en filmpje. Rosebud! Heerlijk. En je hebt dan ook testing cheats enabled true. En dan kan je gewoon alles manipuleren. Ja, leuk is heerlijk. Dat. Ja, dat is eigenlijk gewoon voor de devs. Age is 0. Maar ja, dat is toch geniaal. Def is 1. Snel bij iedereen. Ja, nee, maar dat is dan denk ik van dat is leuk. Maar ja. Mensen die het is gewoon de tweedeling tussen online en offline. Want offline heb ik zoiets van, het is jouw ervaring, mag je alles mee doen wat je wil. Maar het loopt niet te kutten met andermans speelervaring. Nee, en dan inderdaad online, nee, dan zou ik het leuk vinden als iemand, weet ik veel, inderdaad, als iets bizars verkleed is. Of ineens een grote teddybeer is in plaats van gewoon een klein, weet je. Maar je moet niet inderdaad iemand anders plezier gaan vergallen. Ja. Tegelijk, dan kan je natuurlijk afvragen, als jij je plezier laat vergallen door zoiets, ben je dan misschien niet te veel invested in zoiets? Als je inderdaad echt helemaal controle kapot gaat smijten. Oh nee, dat niet. Maar ik denk dat juist invested zijn in een game wil zeggen dat het een goede game is. Ik denk dat juist is. Ja, dat is het ook niet. Maar ik bedoel meer, weet je, als je sommige reacties van mensen erop ziet, dat ik ook denk van, joh, misschien moet je het even wegleggen. Even kalm. Ja, je hart. Ja, nee, tuurlijk. Nee, dat sowieso. Ja, nee, je moet ook gewoon rustig blijven daar niet van. Maar ik snap wel dat mensen er pist om kunnen worden. Absoluut. Want notabene, kijk, PUBG is natuurlijk wel het voorbeeld erin. Ik denk Fortnite ook wel. Als je als laatste over bent, dan is de adrenaline gewoon daar, weet je wel. Dus wat er dan kan gebeuren, dat snap ik. Ja. Maar goed, ja, nee, ik zou ook nooit... Ik flip nooit. Ik had gewoon zoiets van, ik ging die killcam kijken. Zoiets van, ja, dat is lullig. En het is naar om dit nu ook een keer te beleven, dat ik nu ook dit meemaak. Maar goed, ja, dan denk je ook, weet je wat jij kan verdienen, gast? Ik wil dat je struikelt en pijn hebt. Ja. Gewoon even dat je het voelt. Karma. Dus dat is jouw antwoord op Johan? Nee, niet de gevangenis in. Ik wil dat ze struikelen. Ja. Ja, okay. Omdat ik ook vind, je moet een ander niks ernstigers wensen dat je zelf wil. Nou, en ik verdien het ook wel als ik het kut doe, dat ik struikel, dat ik pijn heb. Oké. Okay, dan wens ik deze mensen ook. Toen weet je, struikel maar heel hard op je gezicht gewoon een spijkerbed. Oké. Nobele gedachte. Zo ben ik. Oké. Johan, bedankt voor je leuke stelling. Ik vond hem ook zeer relevant. Ja, de laatste leuk. Tijd is het natuurlijk best wel een dingetje weer, hè? Hacken. Als vroeger was dat ook zo en toen een tijd lang niet. En nu in één keer is alles weer zo lekker als een gaatje. Vergiet. Dat. Nou. Dus wees als Johan, stuur een stelling in. Ja, stuur een leuke stelling in. Of vertel wat jij vindt van cheaten. Of vertel een anekdote over van hoe jij een keer genaaid werd door een cheater. Of hoe jij hebt gecheat en dat wij niet vinden dat jij moet vallen. Ja, en wat je adres is. En is het in China? Waarschijnlijk. En welke autoriteiten moeten bellen om jou de gevangenis in te sturen? Ja. Kim? Kim Jong-un. Die dat moeten is bellen. Noord-Korea. Maakt niet uit, die doet toch ook Chinezen en iedereen gewoon weg. Oké. Tot snel, dit was voor de Hot Coffee Show voor deze week. Yes.